En ik zeg, doe die lampen maar aan. 1, 2, 3, 4, 5. En wie is er het eerste bij La Source? Dat is de vraag. Pole position is er voor Doornbos. De uitdaging staat er altijd een beetje naast. En het is Doornbos die een iets betere start heeft. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks als je hier die bocht mooi binnen aansnijdt en eerder op het gas kan. En volgens mij is Nathan Reek eerder op het gas. Auto's zijn exact gelijk naar Eau Rouge toe. Daar denderen ze naar beneden met een kilometer of 250, 290, 296 zelfs. En het is Nathan Reek die dat lange rechte stuk naar Le Combe omhoog dendert. Allebei in de achtste versnelling. 311 om 311 kilometer per uur. Geen DRS, want dat zou niet eerlijk zijn. En daar is die vierde versnellingsbocht. Het is ja, dames en heren, moedig hem maar aan, want dat mag best. Het zou best leuk zijn als een uitdager weer eens wint. Oeh, dat was een foutje. Ai, 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 ai. Maar dit is sowieso een heel lastig bochtje. En we weten, het gaat ook om een QLED scherm, dus het gaat niet om niks. En Doornbos moet nu toch wel alle zeilen heeft, daar overstuur, alle zeilen bijzetten om niet bij de Poel de aansluiting te verliezen. Bijna vol gas, Dender reekt erin met hogere toerental ook dan Robert Doornbos. En die moet nu toch wel echt aan de bak. Heeft hier een hele mooie, in de vijfde versnelling zelfs, mooie die piefpaf ingestuurd. Komt. En deze exit is natuurlijk heel belangrijk. Want hierna is het alleen maar vol gas naar Blanchimont tot aan de busstop chicane. Wie zit er hoger in zijn toeren? Het lijkt Nathan Reek te zijn. Dan moet hij alleen wel eventjes die busstop zometeen foutloos doen. Ja, Doornbos, nou gaat het erom. Waar rem je? En dit wordt ook een do-or-die actie. Ja, dat dacht ik al. Pakt hij hem nog in deze... Oeh, dit wordt heel spannend. De exit is voor Nathan Reek. En we hebben een andere winnaar. Follow live topsport. Ga naar Ziggo Sport op kanaal 14. Gratis voor Ziggo klanten.